doet wel pijn in mijn hoofd. Dames en heren. Jongens en meisjes, welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Complottheorieën. Samen met mijn mystery guest. Dan hoor je oud te zeggen. Hoi, wie ben je? Dit was het moment dat je moest onthullen. Tada! Jonathan! Oh nee, het is Thijs! Hey, hallo! Wil jij een grap vertellen over je eigen... Oh shit! Oh shit. Ik heb een bomvest aan. Waarom is dit een bomvest? Iedereen zegt dat dit een bomvest is. Dit zijn niet echt bepaalde dingen waar je grapjes over maakt, maar wij doen dat altijd wel. Nou ja, hallo, welkom. Yo mensen. We begonnen met een bommerramp, toch? Ja. Ik vind dat het jaartal heb ik nodig. Kan je even opzoeken het jaartal? Ja, weet je dat al niet? Jaartal bommerramp. Jawel, maar we gaan zo meer dingen opzoeken. Het is trouwens ook niet leuk, de bommerramp. Even een disclaimer, het is niet leuk. Bommerramp. 1992. In 1992. 4 oktober. 4 oktober 1992. Een vliegtuig stort neer in een wijk in Amsterdam. En enkele minuten na de neerstorting landen er helikopters waaruit mannen in witte pakken kwamen. Wie waren deze mannen? En wat was hun doel? 20 jaar later werden kamervragen gesteld en werd het één groot topic. Welkom bij Complottheorieën. Het is niet eens grappig. De Bijlmerramp. Ja, kan je wat meer vertellen? Ik weet echt niet. Je hebt net een hele video gezien over de Bijlmerramp. Hoeveel mensen waren er nou precies doodgegaan? 40. Nee, 47 toch? Waarom vraag je het als je het weet? Ik weet het niet zeker. 47 mensen. 47. En dat waren ook met de verstikkingen. Ja, ja, ja. En met de flat die in brand vloog en dat soort dingen. Dat is wel veel. Ja. Maar ook sowieso. Het is een heel raar verhaal dat na een vliegtuigcrash opeens er mannen in witte pakken voorduiken. Niemand weet wie die mannen geweest zijn. Mensen zeggen dat het mannen waren van de Israëlische Mossad. Een van de beste geheimagentendiensten over de hele wereld. Die daar waren om bewijsmateriaal dat die vlucht een vlucht was vol met wapens te verdoezelen. En dan denk ik, waarom appen mensen mij? Nee, ik denk dat ook. Waarom zal je nou... Ja, maar dat is nooit duidelijk geworden. Ja, dat is nooit duidelijk geworden. Wie het nou waren in die tijd, wat ze mee hebben genomen. Ja, en het is ook niet eens duidelijk geworden of dit een echt verhaal is. Maar ik geloof best dat... Het rare is, na afloop heeft de Wereldgezondheidsraad heeft naar buiten gebracht... dat er verarmd uranium in de vluchten zou zitten. In de vaten die erin zaten. Yes, yes, yes. Maar uranium wordt gebruikt voor kernbommen. En als je al zegt, als een soort smoesje van verarmd uranium, dan... Als er geen uranium in die vliegtuigen zou zitten, waarom zouden ze dan na afloop bekendmaken dat er verarmd uranium in zat? Dan zouden ze na afloop hebben gezegd, hé, maar er zat helemaal niks gevaarlijks in. Maar toch zeggen ze na afloop... Verarmd uranium. Dus de kans dat er iets van wapens in zitten... Is heel groot. Exactement. Ja, want kijk, Alex, is waarschijnlijk... Als die witte mannen niet waren geweest... Hadden ze ook... Jumping Jacks Invisible Poisons gevonden. Wat zijn Jumping Jacks Invisible Poisons? Gewoon hele schadelijke wapens. Ja, precies. Maar die mannen in witte pak hebben natuurlijk dingen... Als die echt bestaan... Dingen zitten verdoezelen... Die kwamen uit wagens of uit helikopters. Dat is allemaal niet duidelijk. Maar ik vind dat best wel eng. Dat na een ramp die in Nederland zich voltrekt. De Mossad, de Israëlische geheime dienst. Zich ermee gaat bemoeien. Kijk, je ziet hier nu in beeld een foto. Kijk, Wij zien die foto nu ook. Die mensen, dat, ja, je kan ook niet echt zien wie dat zijn geweest. Of, nee, of ja, ze nou echt een heel Midden-Oosten uiterlijk hebben of dat soort dingen. Maar toch... Je hebt niet voor niks zo'n asbestpak aan, als er niet echt iets aan de hand is.
Ja, want er zijn mensen daarna ook ziek geworden, toch? Ja, heel veel mensen zijn ziek geworden. Wat in verband is gebracht met de Bijlmerramp. Ja, want wat vond ik, ze waren moe. Ze hadden last van luchtweginfecties. We hadden kortademigheid, pijn. Een beetje alle symptomen van corona. Darmen. Mm-hmm. Ja, ze vervoerden gewoon corona toen. Ja. Hebben wij hier nu gewoon ontdekt hoe corona in de wereld is gekomen? Ja, ik weet niet of de Israëlische Mossad vervoerder vanuit de Bijlmer corona een hele goede titel is, maar op zich... Au. Ja. Op zich, het is scary, heel scary, als het echt zo is dat vanuit Schiphol er grootschalig wapentransport bevindt. Want dat is binnen de hele EU verboden. Je weet dat Israël natuurlijk niet zit in de EU, want Israël ligt in Azië. Wat is de hoofdstad van Israël? Turkmenistan. Jeruzalem. Precies. Dus als er echt tussen Jeruzalem en... Schiphol wapentransport daar plaatsvindt, dan vind ik dat best eng. Maar überhaupt, er zijn toen... Weet ik waar, wapens gaan kopen. In 2000 zoveel zijn er toen kamervragen nog over gesteld. Dat gaan we nu heel even opzoeken. Ik zie jullie zo weer. Na afloop zegt dus de overheid, een paar ministers die destijds verhoord werden over deze kwestie, dat er uranium vervoerd werd, maar dat je dat niet meteen in verband moet brengen met kerncentrales en kernwapens. Uranium kent iedereen van kernwapens en kerncentrales. Waar ken jij uranium van? Van de Binas? Ja, precies. En daarom is het best wel raar om te zeggen, ja, niks te maken met kernwapens. Hè, het is maar uranium. Uranium is een hele levensgevaarlijke stof waarin in 1914... Albert Einstein al over zei dat je daar enorm gevaarlijke wapens mee kan maken. En laat ik het zo zeggen, uranium is niet zoiets wat je bij de Action haalt en denkt, leuk, daar vliegen we even mee naar Jeruzalem. Nee, dat zou ik ook niet doen. Nee, bij de Action haal je meer lollipops. De eerste vliegtuigresten worden afgevoerd naar hangar 8 op Schiphol-Oost. Omstreeks het middaguur ziet Dirk van Os ook daar mannen in witte pakken. Eentje kwam bij mij kijken en die heb ik vanaf 2 meter of recht in zijn gezicht gekeken, door zijn gelaten scherm heen. Dat was een plastic masker of plastic glasmasker. Verder had hij een compleet dicht pak aan. Pak hem dragen. Zeg dat nog eens. Kijk, die mensen die komen eraan in witte pakken, maar... Uh-huh. Ja, ze zijn er niet zomaar. Ze hebben een reden om daar in een gesloten pak, gesloten glasmasker te komen. Zij zijn er niet voor de lol, omdat er ja, vliegtuig neergestort, laten we witte pakken aandoen. Ja, ik denk niet eens dat bij elk vliegtuig neerstorting er per se witte pakken aan zijn. Nee, dus zij wisten iets van de lading. En zeker niet met glasmaskers. Want dat is best wel iets wat niet altijd gebruikt wordt. Dus inderdaad, dat er uranium in zit, wat ook altijd gezegd wordt, is ontzettend aannemelijk. En dat wordt natuurlijk altijd al gebruikt voor kernwapens. Ja. En het was ook niet zo'n kleine hoeveelheid die erin zat volgens wat ze ook daarna hebben bevestigd. Ja, heel veel liters met tonnetjes. 110 of zo, toch? Ja, wat veel meer was dan een normale lading. En ze zeiden uranium. Dat ze het wilden gebruiken om te testen, maar lijkt mij onwaarschijnlijk. Ja, want uranium kan je gebruiken voor bommen. En er werd ook later nog iets gevonden wat heel erg gebruikt werd in zenuwgas. Wat een van de ergste wapens is die er bestaan. Sarin is een heel bekend zenuwgas. Waarvoor, wat doet dat dan? En sarin, die sluit je luchtwegen af, zodat je eerst gewoon heel langzaam stikt eigenlijk. Oh. Daar zijn video's van op internet te zien, ik raad die niet aan. Moet je nu kijken? Ja, prima. Oké, we hebben een video gekeken. Niet zo leuk. Snap je hoe scary het is als agentschappen zoals de Mossad met dit soort spul vanuit Nederland vliegen naar... Ja, nee, dat wil ik eigenlijk niet over nadenken. Ja, dat is echt wel... Ze komt bij zijn vliegtuig nu, bam! En stel je voor dat ze niet alleen dit bij zich hadden, maar nog meer. En dat sarin zou zich daar destijds verspreid hebben. Dan heb je heel Amsterdam neer. Je hebt niet veel maar nodig... niet in de huizen, toch? Of alleen iedereen. Jawel. Destijds is er, dat is heel lang geleden, is er een keer ergens in de buurt van Oost-Limburg... Een wagen met iets van dit soort zenuwgas is in een berm terechtgekomen. Een gat in die das. En toen werd er gezegd, overal binnen blijven, ramen, deuren dicht. Levensgevaarlijk.
Sarin is echt iets waar je dood aan gaat. En dat hadden zij bij zich. Dus dan snap je ook waarom die mannen in witte pakken... Ze moest nog verwerkt worden, denk ik. Ja, moest nog verwerkt worden, inderdaad. Ja. Maar dan snap je dat die mannen in witte pakken... Denk je dat, stel je voor, er komen twee componenten te verkeerd bij elkaar. En dat wordt dat, Sarin. Daarom hadden ze waarschijnlijk die witte pakken aan. Voorbereiding. Ja, dus ze hadden of kernwapens bij zich, wat super eng is... Of ze hadden zenuwgas bij zich, waarmee je mensen letterlijk dood gaat stikken. Want als ze dat al bij zich hadden... Moest dat veel meer schade hebben opgeleverd, denk ik. Nee, maar waarschijnlijk hadden ze dat zenuwgas nog niet verwerkt. Maar waren het allemaal verschillende componenten die ze bij zich hadden. Dus als die verkeerd bij elkaar komen, weet je dan dat ze erin hebben. Ja. En daar wil je liever niet over nadenken. Nee. Dus daarom is dit zo'n super scary verhaal. Een voorbijganger vertelt dat op de dag dat hij het vliegtuig ziet... er een 20-tal mannen in witte pakken uit Israël... dat werd dan tegen hem verteld... het vliegtuig wat neergestort is doorzoeken. Wat ik het allerraarst vind, is dat normaal je hier een Rijksrecherche opzet. De belangrijkste recherche van Nederland. Maar je laat toch gewoon niet toe dat de recherche of de CIA van een ander land... even jouw neergestorte vliegtuig gaat onderzoeken. Maar waren die er met toestemming gekomen? Ja, blijkbaar dus wel. Want anders zouden die daar tegengehouden zijn. Oh. Maar er wordt dus altijd verteld dat die mannen in witte pakken... Er zijn zoveel getuigen daarvan... dat het bijna niet mogelijk is dat die mensen daar niet waren. Nee. Maar ja, er zijn ook foto's van, toch? Ja, ja, ja. Ik laat wel een paar foto's in beeld komen in deze aflevering. Witte pakken uit helikopters wordt het meest gezegd... dat de mensen uit witte pakken uit helikopters zijn gevlogen. Wat bijvoorbeeld zou kunnen... dat ze in een X-formatie vliegen... twee helikopters voor het vliegtuig, twee helikopters achter het vliegtuig, om het vliegtuig te beschermen. Maar volgens mij waren er toen nog geen telefoontjes, toch? Hoe bedoel je telefoontjes? Dat er toen nog geen foto's gemaakt konden worden, of wel? Jawel, natuurlijk konden foto's maken. Nou. Ja, maar dan had je echt camera's nodig. Ja. Telefoons hadden toen nog geen camera. Belmerramp, die hebben volgens mij niet iedereen bij zich. Kan wel witte pakken kopen. Nee, ik zie geen... Nou, er moeten wel... Ja, uit helikopters heb ik er opgeschopt. Maar zonder helikopters misschien dat je het dan wel vindt. Ja, dit is hoe het gegaan is destijds. De Belmarramp. Hele heftige vliegtuigcrash. Omdat hij midden in het centrum Amsterdam werd neergestort. Dus dat is altijd sowieso schade. Dus dan... echt waarom die is neergestort? Ja, twee motors vielen tegelijk uit. Oh ja. Dat is raar, want normaal valt er één uit. En kun je nog wel een noodlanding maken. Maar twee vielen eruit. Zo, ja. Misschien ook wel een soort aanslag. Er zijn 9 waarnemingen van mannen in witte pakken. Waarvan er soms 2 is gezien, soms 1-2, soms 5-6, soms 10. Die eruit zagen als astronauten, maanmannetjes. Eendelig wit pak, hoofdbedekking met vizier. Hoofdbedekking met vizier. Witte hoofddeksels. Het komt allemaal een beetje eng bij elkaar. Ook op een live radio uitgezonden. Ja, ja, ja. Toen was radio nog een beetje het echte nieuwssprong. Nu is dat TikTok. Zijn er mannen in witte pakken? Wat geloof jij ervan? Wat geloof jij er niet van? Vervoerde dat vliegtuig wapens? Niet, ja, ik denk wel dat het iets schadelijks... Ja, gewoon iets wat niet deugt. Waren die mannen in witte pakken Israëliërs? Dat weet ik niet. Het kan ook Fransen zijn of zo. Dat zullen we nooit weten. Maar wat denk je? Ik denk het wel, want het staat hier overal over Israëlische diensten en zo. Is de vliegtuigcrash verantwoordelijk voor alle mensen die daarna ziek zijn geworden? Die vliegtuigcrash of de mensen die eruit kwamen? De vliegtuigcrash? Ik denk wel dat ze daardoor ziek zijn geworden. Is dat doordat het vliegtuig gevaarlijke stoffen vervoerde? Ja, denk het wel. Maar er zijn ook, kijk, pijntjes, luchtweegklachten. Dat zijn ook wel... veel voorkomende klachten, weet je wel. Mm-hmm. Dus er zijn, denk ik, dat er heel veel mensen bij zitten die eigenlijk gewoon, hoe zeg je dat? Die brengen zich in verband met dat, maar die hebben eigenlijk dat gewoon gekregen door dat ze oud zijn of zo, weet je wel. Ik denk dat er wel misschien een paar mensen, ik zeg maar, maar ik denk niet iedereen. Kunnen we Israël verantwoordelijk stellen voor de dood van meer dan 100 Nederlanders? Nee, denk ik niet, want we moeten het zeker voor weten, toch? Ja. Nou, dit was dan de aflevering van Complottheorieën.
Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Dat jullie het interessant vonden. We gaan het in de volgende aflevering weer over iets anders hebben. En ik zie jullie heel graag terug volgende week woensdag om 4 uur. Tot ziens. Tot later. Als er geen uranium in die vliegtuigen zaten, zouden ze waarschijnlijk wel... Maar ik denk het is Pearl Harbor, niet? Ja. Ja. Dat heeft er niks mee te maken. Maar... Ja, dat weet ik dus niet. Oké, wat er dus allemaal gezien is. Er zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 waarnemingen.